Maar doet hij het weer? Ja, we zijn er weer. Ja, hij doet het weer. Oké. Okay. All right. Hey, school geweest. En er moeten heel veel vraagjes op beantwoord worden. Mm-hmm. Dus ja, ik zou zeggen, ga je gang. Dan kunnen we eens even kijken okay. Wat je allemaal tegenkomt. Leuk. Wie zegt dat? Menno speelt. Oké, okay, nou. Menno, kun je antwoorden? Dankjewel. Hier? Ja. Antwoorden. Wacht, dit is een beetje handig. Dank. Nou, welkom terug. Ja, dat klopt. Daar zijn we weer. Hup. En dan... Heel goed. Dat. Nou. Ja, de volgende. Ja, wat hebben we nog meer naar boven staan? Ja, een beetje hoger nog. Ga maar een beetje hoger. Oh ja. Hier. Dat heb je ook al gedaan. Deze. Ja, dat heb je vorige keer al gedaan, schat. Omhoog. Deze toch? Jawel, kijk maar. Boven is het antwoord voor jou. Oh. Even iets af en toe wat hoger. Ja, even omhoog. Hoeveel heb jij een beantwoord? Ja, doe maar verder. Er komt nog veel meer zo meteen. Hier zo. Kijk, hier zo. Kijk, daar moet je allemaal... Deze. Even kijken. Je bent een monster, zegt iemand. Nou, ik hoop dat het positief is. Oh, hier. Ja. Je bent zelf een monster, ja. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Maar die heb je al beantwoord. Ja, wat heb je daar staan nog verder? De volgende, wat zegt die volgende? Oh, je zegt sorry. Wat zegt de volgende? Mag ik je zien? Mag ik je zien? Ja. Oké, dan vraagt iemand wat eet je graag. Oké, okay, dan ga ik daar wel even in. Nee, hier. Hier, op de live. Kraakvlees. Oké, okay, dus dat is vlees wat een beetje gemarineerd is dat, hè? Ja, kraakt. Oké. Okay. Mag ik je zien? Ja. Ja, gaan we door. Doe maar rustig. Kan ik ook gewoon heel drukken? Even kijken, hoor. Ja, dan kan je enter. Ja. En dan kan je nu enter. Ja, groene. De blauwe. Oké, okay, iemand vraagt hoe oud je bent. 7. Oké, okay. Nou, dat is ook weer duidelijk. Ik heb een vraag. Heb je nog steeds 2 mama's? Nou. Schrijf het een beetje. Ja, goed. Ja, aan elkaar zo. Daar punt en om. Ja. Ja. Nou, dat klopt. Even kijken, iemand vraagt wanneer je jarig bent. 8 juli. 8 juli. Nou, dat is ook helemaal duidelijk. En wacht, waar ben ik? Oh, hier. Oei, oei. Komt dit wel goed? Want ik schrijf deze... Reactie is de eerste minuut. In de eerste minuut. Ah, dat is een reactie op dat filmpje. Wat had je ook weer gedaan daar? Dat was dat tafeltje in elkaar zitten. Oh, dat IKEA was niet zo, dat zo helemaal fout ging. Ja. Doei. Dan gaat iemand weg. Er vraagt ook iemand, wat is je favoriete kleur? Lichtblauw en hoeveel mag ik kiezen? Ja, hoeveel mag ze kiezen? Dat is zo goed. Dan gaan we even afwachten. Dan kunnen we doorgaan. Ik weet natuurlijk niet. Misschien mag ik 1, 2. Ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Anders zeg ik alles op. Hé, hey, je mag 1 kleur kiezen. Lichtblauw. Of 2. Femke zegt 2. 2 zegt Femke. Lichtblauw en lichtroze. Oké. Okay. Nou, dat is dan mooi. We hebben gelijk een goed antwoord. Even kijken. Ik kan nu 2 dingen tegelijk. Ik moet al... En daar. Het is... Je hebt het maar druk. Dus, even kijken, komt het nog goed, zegt hij. Het kastje dat staat hier, kijk, ik zal even laten zien, dat staat hier. Ik heb er net op gezeten. Dus het is goed gekomen. Ja. Even kijken. Iemand zegt ook, wat is je grootste blunder? Dus wat fout gegaan is. Dat is lastig. Ja, dat is wel lastig, hè? Eigenlijk had... Ja, goeie vraag. Nou, dat gaan we nog even over bedenken. Ik weet het nog niet. Nee, dat weten we nu eventjes niet. Dan gaan we nu even gaan. Wat is dat? Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ja, en daar zit Vivian. Die zegt ook nog een vraag. Ook nog daar. Weer zo'n leuke vlog. Weer zo'n leuke vlog. Nou, dat is wel lief. Dat is wel lief, hè? Even kijken. Oh ja, van die boomstam op school vallen, zegt iemand. Dat was toen wel wat, hè? Toen je van die boomstam... Ja, maar dat was eigenlijk niet fout. Nee, dat is geen blunder. Dat was gewoon eigenlijk... Dat was verkeerd ingeschat. Ja, dat het glad was. Ja, het was wel heel glad, hè? Ja, maar eigenlijk heb ik nog nooit iets fout gedaan met YouTube. Eigenlijk. Nee, dat is ook niet zo heel... Goed bezig, hoor. Zeg Pascal. Meer, dankjewel. Ja, je kan wel bezig blijven natuurlijk. Even kijken. Wat is je lievelingsdier?
olifant. Een wat? Een olifant. Een olifant. Ja, die zijn wel leuk, hè, die grote. Want ik heb in Artis heb ik een olifant gezien. Ja. En toen was het niet mijn lievelingsdier, maar toen is die dood gegaan en toen was het weer mijn lievelingsdier. Ja, dat klopt. Ik zal onderhand even een lampje extra aandoen, want het is een beetje... donker. Donker aan het worden. Oeps. Zo, hebben we een lampje extra. Huppatee. Zo, gaan we verder. Want we hebben hier... Dankjewel. Dankjewel. Maken verballen? Ja, verbaken. Ik had ook nog een... Verf? Ik had dat ook. Heb je nog wat iets gekregen? Oh, ze had ook de tanden verloren toen. Heb je nog iets gekregen toen je tanden uitgingen? Moet je wat krijgen dan? Nee. Je krijgt toch nieuwe tanden erin? Ja! Even kijken. Maar dat is niet... Wat, ja. Wat is je lievelingseten? Komt er iemand nieuw? Dat hadden we natuurlijk al gehad net. Kraakvlees. Dat is gemarineerd een beetje... Ja en nee. Crispy. Ja. Heb je nog iets gekregen? Wat heb je gekregen? Ja en nee. Ja en nee? Nou, dan zeg je dat. Wat? Het is jouw antwoord. Ja. Doei Demi. Demi gaat. Demi zegt ik ga. Jammer. Ja, jammer. Ja. Nou ja. Even kijken, wat hebben we daar boven allemaal nog meer? Wat hebben we nog meer van boven? Eén. Wat is één? Dit is de eerste. Dit is de eerste die op het filmpje reageert. Goed. Oké. Okay. Goed. En daarboven zegt Jamila, ik ben er ook geweest met een de. Ja. Ja, heel goed. Met een de, ja. Waarom? Ik wil zo erg gewoon ergens op trekken dat ik klaar ben. Ja, dat maakt niet typisch goed voor je vingers. Vind je? Oké, wat wil je later worden, zegt iemand? Van papa moet ik, mag ik dokter worden, maar zelf wil ik juffrouw worden. Oh, juffrouw, oké, okay, ja. Ja, kijk, ik vind dokter toch ook wel interessant, ja, hoor. Ja, ik vind juffrouw weer leuk. Ja, maar een dokter is wel een goede erfenis voor mij. Oh, je speelt in vaak kamer. Ja. Tweede. Nou, wat hebben we okay. Nu? Deze tweede? Goed. Ja, dat is ook goed. Ja. Oké, en wat hebben we nog meer? Wacht, kan ik niet met deze doen? Even kijken. Nee, dat gaat niet. Doe maar gewoon zo met de muis. Hup. Wat zegt de volgende? Vet, mij, wolf zit vooraan. Oh, dat was toen de Darling Market, de Cotic Beurs. Die wolf met een masker, die persoon. Oh ja. Heel leuk. Er zegt iemand, waarom heb je twee mama's? Wacht even hoor. Wat doe je? Wacht even. Die kan weg. Ja, die kan weg. Die kan weg. Ja. Ja, die, zo. Omdat mama zei... Ja. 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 Ja, ze zei, ze houden van elkaar. Ja. Even kijken hoor. Je video's zijn altijd leuk, zegt iemand. Die chatbox valt even weg weer. Af en toe valt die weg. Oh, hier komt hij weer terug. Nee. Ik moet naar Koevoorde, zegt iemand. Nou, een prettige avond. Dan hoop ik dat je daar gaat genieten. Ja, ik hoop het ook dat je gaat genieten. En daarna weer kijken naar video's. Ja, wat schrijf je nou precies? Leuk? Leuk. Luik staat voor er. Er staat luik. Oh, leuk. Ja. En nu? Even kijken. E, de. E. De. Wacht, de. E. Ja, de E. Oh, wat E. Ja, mijn E, jouw E. En dan nu de U. Auw. En de K. De K. Of noemen ze iets? Ja, dat is hem. En dan vraagt iemand, heb je een eigen huisdier? Nou ja, kijk. We kunnen nu kijk, er ligt hier nu, as we speak. Een poes. Er ligt hier een poes in de poppenwagen. Ja, en ik heb er... Drie. Dit is er één van. Ja, dit is één van de drie nog. Dus even kijken. En dan vraagt iemand, laat je bed nog een keer zien. Nou ja, jongens. Het kan niet gekker. Even kijken hoor. Ja. Hier zit nog een trap. Dat trappetje gaat er dus. En daar zit er nog. Het is één groot feest hier in dit bed. Kijk, het is één en al beren, poppen. Dat is laten zien. Hoe... Nou ja, ja. Wacht ja. Even. Ja, dat ga je wel doen. Zo. Ja. Oh. Dat ligt lekker zeg. Nou, dan kunnen wel vriendinnen op bezoek komen. Ja. Met de boekjes zo erbij. En dat heb ik ooit een keer gehad. Even kijken, is dat iemand pizza of patat? Pizza. Of... Ja, oeh, dat is... Geen pizza hoor. Niet geen pizza? Patat. Oké. Okay, nou, we gaan even verder met die vragen. Want anders we hebben we nog zoveel... Ja, dan zijn we nog een uur bezig. Ja, we hebben heel veel vragen te beantwoorden. En dan gaan mensen eten. Nou, allemaal eet smakelijk die weggaan.
Dankjewel voor ja, het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Leuk. Ja. Dat is dan klaar, toch? Of niet? Leuk. Ja, ja. Leuk. Ja, zo is het goed. Het is maar zo'n wolf. Even kijken. We gaan even omhoog scrollen, want anders blijf je... Niet zo. Eens even kijken. Laat maar eens even kijken. Mag ik eens even kijken? Ga maar eens even kijken. Wat heb ik hier? Gebleven. Ja, dat weet ik. Ja. Even kijken. Daar ben ik ook op school geweest, zegt iemand. En iemand zegt saai. Nou ja, saai. Ja, niet alle filmpjes hoeven leuk te zijn. Steeds. Zielig voor je, maar ik snap wel wie is er mee eens. Oh, er wel iemand is commentaar van anderen. Oh, ja. Was het leuk? Dat was schoolreisje of een verjaardag een paar jaar geleden. Wat een plaatje. Ja. Ga weg. Ja, dat weet ik niet. Dat heeft iemand een heel gek dingetje. Even kijken. Femke zegt, ik heb je video een duimpje gegeven. Nou, daar kan je op antwoorden dan. Dat is wel interessant. Even kijken. Je zegt, ga ik onderhand weer kijken naar de chat. Mag ik je bellen? Nee, je hoeft mij niet te bellen. Mag wel, maar het hoeft niet. Hoe gaat het? Nou, bij mij gaat het goed. Oh, dat bedoelde ze niet. Oh, dat bedoelde ze. Lusje sushi. Bij mij gaat het ook goed. Ja, lusje sushi. Sushi? Nee. Ja, dat is vis. Ik heb nog nooit geproefd. Dat is vis. Dat is de Japans. Ja. Ja? Nee. Ja? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit geproefd. Oké. Okay. En dan komt er iemand die zegt, hoe oud ben je? 7. 7, dat hebben we ook al gehad. Dan ga je antwoorden. Oh. Kom. Hoppatee. Lieke 8 super video. Nou, okay. Dankjewel. Veel plezier met de hoogslaper, zegt iemand ook. Daarboven. Ja. Bedankt. Oh, wacht. Oh, daar. Is het leuk in je nieuwe huis? Wie zegt dat? Dat zegt, even kijken. Daar? Ja, hier, ja. Ja, dat zeggen ze hier weer, ja. Ja. Daar antwoorden. Ja. Daar antwoorden. Even kijken. Leuke kamer, zegt Fluggles. Dankjewel. Ja, dat is ook wat, hè. Oh. En ook die heeft een duimpje omhoog gedaan. Ja, ik moet mijn leesbril, jongens. Jihan, sorry. Ja, dat is wel lekker gelachen. Even kijken, kan je mijn naam noemen? Ivy. Ja, denk ik, Ivy. Ivy. Ivy, ja, Ivy. Ja, hallo, Ivy. Ja, het gaat heel, de chatbox is heel klein, hoor, jongens, op zo'n camera. Dus ik moet... Even kijken, wat hebben we nog meer voor antwoorden? Veel plezier met de hoogslapen, dat is duidelijk. Nou, dat is wel leuk. Wij moeten nog eten, Laura. We hebben nog niet gegeten. Dus op dit moment wordt er beneden iets klaargemaakt. En wij hebben lekker gewoon even met z'n tweeën... Ja. Even een vader-dochter-moment. Ja, dankjewel. Zo, ik moet veel dankjewel. Ja, je moet wel veel dankje zeggen, hè. Dat is met Jana. Zie je, Jana die reageert al wel veel. Ja. Pannenkoek of frietjes? Pannenkoek. Pannenkoek. Hoi, pannenkoek. Oude pannenkoek. Oh, zo. Ik doe die. Dankjewel. Wanneer ga je live? Nou, volgens mij zijn we nu live. Ja, Ja, dit is live. Even kijken, vind je het leuk om in Zoetermeer te wonen? Jammer voor het oude huis, maar ik vind het wel leuk. Ja, wel leuk. Hè? Het is jammer dat ik eigenlijk... echt anders woon. Ja. Maar het is ook weer leuk, want daar kom ik mee bij te spelen. Tuurlijk, en we maken nu heel veel mee, hè? Ja, en ik heb al een vriendin, dus... Ja. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, en Poesje mocht er toen nog niet in mijn kamer. Ja. En nu wel. En nu kun je in je kamer. Even kijken, we gaan even... Waarom hebben jullie van de schroeven nog open? Waarom laten jullie stukken van de schroeven nog open? Vraagt iemand die op de... Dat is van de oogslaper. Nou, moet jij... Ja, ik weet niet welke schroef hij bedoelt. Moet je me even vragen. Hebben jullie... Ik ga vraagtekens doen, want ik begrijp. Oké, okay, dat is ook heel duidelijk, ja. Waar zit die? Even kijken. Hebben jullie dieren? Ja, we hebben een paar poezen. En één ligt er hier in de kinderwagen. Ja, en dan... Dit is één van de drie. Ja. Want ergens anders liggen er... Ja, die andere lopen er. Ik denk dat Kaya, die is een bruine en een grijze. Die ligt denk ik onder ons. Ja, oké. Okay. Ik ben dus beneden en Donnie is volgens mij ook beneden. Okay. Maar kan ook boven. Vraagt iemand, wil je gaan paardrijden nog? Dat weet ik nog niet zeker. Oké, ja, dat kan. Nou, gaan we eventjes verder. Wat hebben we nog meer, schat? Want het is echt... Mooi bed. Mooi bed, nou, dat is wel lief. Cool bed, lief bed. Sorry dat ik geen reactie heb geplaatst. Ik was... Even druk op school. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, lief, hè? Wel lief van mal. Ja. Oh, dat plaatje is zo eng. Ja, joh. Het is maar een plaatje. Wat zoek je? Oké.
heeft... Dan vraagt iemand, hoe ga je live op YouTube? Ja, hey. Telefoonpijp. Ja. Ik weet zelf ook niet, maar mijn vader. Ja, dat doe ik allemaal, hè. Ja, de kennis zit hier aan deze kant van de lijn. Heeft... Beschrijf jezelf eens in één woord. Dus je moet nu in één woord zeggen hoe je zelf bent. Dat is moeilijk, hoor. Ja. Ik hou van fietsen. Nee, dat is niet één woord. Dat is een zin. Nee, je moet alleen voor jezelf. Hoe noem ik je altijd? Aapkop. Ja. Of? Topper. Topper. Nou, je bent een topper. Yay! Nou, kom, ga je door antwoorden? Even, wat schrijf je op? Wat ben jij op schrijven? Geef niks. Ja, maar geef eens met dubbel E. Heel goed. Lievelingsdier weer. Dat is je olifant. Hebben we al gehad. Sinds wanneer ben je begonnen met YouTube? Nou, dat is al... Als hè? Baby. Ja, hè? Ja. Ja. Maar dat, toen wist je nog niet dat je op YouTube was, natuurlijk. Toen heb je vader, heb ik het gedaan. Is een lukkie. Ja. Nou, gauw door. Ga door. Ja, even kijken. Zo. Oh, is een plaspauze. Ja. Dan moet je plassen. Oké. Okay. Ja, goh. Ja, gaan we even terug. Dan ga ik even onderhand die vragen beantwoorden. Ja, ga ik eventjes. Zo. Geef niks. Even kijken. We gaan even. Poppy moest even plaspauze. Even kijken hoor. Dan hebben we die geantwoord. Hup. Cool bed. Woont nog iemand in Zoetermeer? Kijk, dat is mooi. Wij ook. Dan ga ik even antwoorden. Poppy is toch niet. Wij ook. Nou, dat wisten ze natuurlijk al. Hup. En hup. Ja, en zo. En weer zegt iemand mooi bed. Zo, even kijken hoor. Kijk, deze alweer. Kijk, hallo. Nou, kom eens eventjes. Gaan we gauw verder, want... Ja, ik heb één antwoordje gegeven, dus ga je maar verder. Even kijken, mooi bed, zegt iemand weer. Nou, dat is wel leuk, hè? Dankjewel. Dankjewel allemaal. Waar heb ik gebleven? Aan wat voor sport doe je, zegt iemand. Geen sport. Geen sport, ja, ja, je hebt wel geen sport. Je hebt zoveel leuke dingen. Je bent helemaal... Wat zou je graag willen? Ik ga kijken of ik eens een keer op pianoles ga. Pianoles, oké. Okay. Nou, dat is ook wel leuk. Maar echt dat je iets moet sporten met je lichaam? Is er nog iets bij? Ik had zwemmen. Oh ja, dat klopt. Dat deden we. Maar ik heb mijn ABC al. Ja, je hebt je ABC, dus dan zijn dus we daarmee klaar. Dus ik wou niet meer, want ik vond het al met mijn benen nog niet meer zo. Ja, oké. Okay, nou, onderhand even die kant ook door. Hier, mooi bed hoor. Ja, ja, dat hebben we ook. Ja, je wordt groot, zegt iemand. Nou, gelukkig. Je wordt groot. Nou, moet je hem even... Ja... Oké, okay, het was heel leuk zondag met open dag. Ik zou het nog een keer willen, alleen het was open dag volgend jaar wil ik bij... Dat was iemand met paardrijden toen, denk ik. Ik zie het heel snel voorbij komen. Toen op de manege, weet je wel? Dat was kijk, toen ook leuk. Ja. Oké, okay, ja. Nou, de volgende. Je moet nog zoveel vragen doen, misschien kunnen we omhoog scrollen. Mooi bed, ja. Mooi bed. Ja. Mijn moeder werkt daar ook. Dat is bij Jump Excel, zegt iemand. Nou, dat is leuk voor diegene. Mag ze gratis springen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Meer vragen? Ja. Probeer eens mijn familienaam te zeggen. Mijn vriendinnen vinden het redelijk moeilijk. Maar het gaat zo snel dat ik niet eens de dingetje meer zie. Wat doe je het liefst, zegt iemand. En Brit zegt een duimpje omhoog. Daarboven ook XL. Ik sport daarboven. Oh, er is een sportschool daarboven. Dus iemand zit daar op sport. Leuk. Het was heel leuk om... En dan valt de chat weer weg. Even kijken. Het was leuk om de manege bij open dag. Ik woon ook in Zoetermeer. Kijk, er zit nog iemand... Ja, iedereen woont in Zoetermeer. Welke school zit je? Arnie M.G. Smitschool. Alleen... Ja? Helaas wordt de Arnie M.G. Smitschool... voor nog de verhuizing met de andere school... Helaas wordt het een andere naam. Ook echt een andere naam? Nou ja, omdat goed. Omdat bijna niemand weet wat... Nee, Annie M.G. Schmid meer is dan, ja. Wacht. Dat klopt, wat doe je? Ja. Ik doe wat. Je doet weer wat. Ja, maar nou, even kijken, waar zijn we gebleven? Even. Dus helaas wordt het een andere naam. Ja, even kijken. Even hier blijven nu. Even zoeken.
Heb ik een mooi bed, zegt iemand first. Wat is dat? Ja, eerste. Ga jij maar even scrollen. En zo, tot en met hier. Ja, doe maar even wat. Strekken? Waar zit je te kijken? Sterkten. Dat was met die wandelende takken. Dankjewel. Ja, dat is wel lief, ja. Maar het is al heel lang geleden. Ja, dat is wel lang geleden. Onderhand zijn we er overheen. Ja. Even kijken hoor. En ik vind het niet meer zo jammer. Was je taartje lekker die je gemaakt had? Met skiën? Ja, dat was lekker, hè? Oké. Okay. Wacht, wat zeg ik nou weer? Ja, je moet wel goed opletten. Hè? Ja. Wel... ja. Oh, wacht, ik moest wel dankjewel schrijven. Dan zegt iemand, je smelt van je video's. Holly. Ja, dat wordt wel een natte boel dan als je smelt, hè? Allemaal ijsblokjes. Maar wel lief. Je hebt een superleuke familie. Kijk, nou dat hoor ik graag. Tada! Dankjewel. Even kijken, wat is je lievelingskleur? Die hadden we al gehad, hè? Wat je lievelingskleur was? Hoeveel mag ik kiezen? Nee, ja, je bril staat je goed, zegt Roos. Roosje. Dankjewel. Even kijken, wat wil je het liefst doen als je 10.000 euro hebt gewonnen? Oh. Ja. Dat winnen we toch niet. Winnen we toch niet. Gaan we dan door met antwoorden? Even wat anders zeg je vanavond nog. Deze foto... Video... Het is avond. Oh, het is al avond. Deze foto... Nee, video staat er. Is saai. Geen haat. Nou, dat prima. Dat mag. Ja, lekker doorscrollen. Annuleren? Ja, je moet jij weten, schat. Het is jouw... Annuleren. Okay. Ik wil het niet beantwoorden, want ik vind dat... Dat vind ik niet zo leuk. Nee. Wat is hier leuk aan? Ja, dat is ook niet leuk. Jij zegt echt stomme dingen, jij. Ja, die Petra, die zegt niet aan leuke dingen. Even kijken. Weet je wat ik ga doen? Nou, nee, ja, nou, wacht, ja. Rust ik ga stomme dingen doe ik. Nee, dat hoeft toch niet, joh. Kijk, als je het niet leuk vindt, dan ga je gewoon doorscrollen. Nee, er zijn gewoon... Er zijn, er zijn duizend andere filmpjes op YouTube. Dan ga je lekker weg. Even kijken hoor. Even kijken, wat zit er voor plaatje? Tirsa zegt, wat ben je een vrolijke meid? Ik vind je video leuk. Dank je. Nou, dat is lief. Dan kun je antwoorden. Hoe ga je om met haatreacties? Hè? Dus als iemand dus... Met dit soort reacties... Ja. Weet ik wel wat antwoorden, maar ik vind dit ook denk ik... Waarom zeg je dit? Ja, waarom? Ja, dat is ook niet leuk natuurlijk. Hè? Dat slaat ook nergens op. Maar je gaat natuurlijk toch niet tegen een YouTuber zeggen... Deze video is saai... Wat is hier leuk aan? Ja, nou ja, goed, dat kan. Kijk, maar het voordeel van YouTube is, je kan gewoon lekker... Dan ga je net zoals je tv, dan zet je doorschakelen. En dan ga je gewoon lekker naar. Ben je stom, dan ben je saai. Ja, wel ja. Nou, eens even kijken. Ik ga verder doen. We gaan even kijken, wat hebben we nog meer? Ik vind het echt super. Ja, dat vind ik wel lief van Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Even kijken, wat heb je lang haar, zegt iemand. En dan bedoelen ze niet mij waarschijnlijk. Nou, ga even antwoorden. Weet je, elke keer. Hop, ga dan even op een stukje van. Nou, er is nog geen tekst geschreven. Oké. Okay. Okay. Even kijken hoor. Wat? Zielig dat je moest huilen van die vieze snoepjes. Ja, dat was wel lachen, hè, die vieze snoepjes toen. Oh, dat hebben we toen gelachen. Ja, hè? Ja. Even kijken, iemand zegt niks aantrekken van die haat. Lekker je gang gaan. Dat is ook zo. Dat is ook lief. Dat doet ze ook lekker. Even kijken hoor. Samen met je papa en mama's. Grappig. Kiel, doe je onderhand eventjes ook antwoorden. Ja. Werken, praten en breien, Pamela. Ja, hè? Ja. Jongen, jongen. Ben je een kat of een hondenmens? Hou je van katten of van honden? Dat is lastig. Ja, zeg het maar. Nou, we hebben in ieder geval katjes in huis, poezen. En geen honden. Dus ja, dan... voor nu is het even katten dan. Ja, misschien als ik wat ouder ben. Als je wat ouder bent, dan gaan we naar de Chinees en eten we daar hondenvlees. Au. Ja, wat krijg je ervan? Wat krijg je ervan? Oh, echt. Nou, de volgende antwoord. Wat hebben we? Een leuke video. Nou, dat is weer... Dankjewel. Dat kan je goed. Ja, dankjewel. Dat is een makkie. Ja, dat is een makkie. Dat wordt echt een... Super makkie. Wat stelt zij veel vragen? Ja. Vragen. Even kijken hoor. Ja. Waar is dat echt geweest? Waar was je toen geweest? Ik weet het niet meer. Weet jij toen? Geen
Nou, maar ja, we weet het niet meer. Je weet het niet meer. We hebben nog al. Nee, dat is ook geen vraagteken. Dat is dat joh, al die vragen, joh. Hup. Dat was weer een leuke, video. Dat was in Zoetermeer, hè, met die ridders. Ik hoef bijna niet te kijken waar die ridders zitten. Ja, blind type. Vind je paarden leuk, vraagt Emma. Ik ga het zo een beetje leren. Hey, Emma vraagt of je paarden leuk vindt. Ja. Nou, ik als vader vind het wel lekker. Dat krijg je er weer van. Even kijken, hoeveel op 10 vind je de Efteling? Hoeveel op 10? Hoe bedoel je? Ja, dat weet ik ook niet. Op de cijfer een 10, denk ik. Nou ja. Ik weet het niet. Ik ook niet. Soms gaan de vragen zo snel. Ja, echt hè. Ze is echt... Dun. En 6 jaar. Maar dit is 2 jaar geleden. Ja, dat ook. Sommigen die kijken ook niet naar die datum. Ja, hoor. Oké, okay, nou zou ik... Ik zeg ja, omdat ik... Omdat... Nee, weet je. Nee, ik ben 7. Ja, maar dat is nu. Maar dat over 2 jaar ben je 9 en dan hebben ze die vraag ook gelezen. Mensen moeten af en toe gewoon goed kijken wanneer het filmpje gemaakt is. Nee. Even kijken, wat hebben we nog meer? Je bent... Oh, hij valt weer weg, de chat, eventjes. Die verbinding is niet zo goed. Ah, daar kom je terug. Je bent vet grappig. Hé, hey, vet zeg. Wat ben jij vet zeg? Wat is jouw lieveling... Ik ben niet vet! Nee, nee. Ja. Wat is jouw lievelingsvak op school? Schrijven. Schrijven, oké. Okay. Even kijken hoor. 7. Meer pizza of friet? Oh ja, friet. Ja, lekker frietje. Ja. Ja, ik hoor. Nou, er komt nu steeds dezelfde vraag voorbij, maar we blijven even hangen zo. Gym of taal? Een jaar later, maar ik kijk je nog steeds beterschap. Ja, dat is wel lief. Oh. Ja, dat is wel lief. Het klopt, dat is ook een paar jaar geleden. Had je toen de waterpok had je toen. Hè? Dat was echt heel veel. Toen was echt heel heftig. Zelfs toen ik in bad moest, toen moest ik zelfs met mijn hemd in bad. Ja, dat was helemaal vastgeplakt zat dat. Ja, hoeveel dat was... tanden heb je eruit? Kijk, dat is even een vraag. 1, 2, 3, ja. 1, 2. Tellen deze ook mee? Ja, dat zijn ook tanden, ja. 4. Dan zijn het er 4. Ik ben maar... Ik denk dat ik de weinigste ben in de klas. Ja, hè? Ik ben altijd op alle scholen ben ik de weinigste in de klas. De laatste en al dat, ja. Ja, dat is zo gek bij mij. Maar de rest heeft al zijn gebit al verloren. Die zijn op de terugweg. Ik ben Malieke van mijn vorige school. Die zat gewoon kaal. Helemaal kaal. Even kijken, wil je mijn naam zeggen? Ja, dat willen ze allemaal, maar wat moet ik ermee? Jaapie, Pietje, Betpie, Truusje. Nou, ga verder met je vragen. Ja, kom. Hup. Even kijken, hoe lang moet je erop wachten? Wat zegt iemand daarboven? Merel, hoger. Hoe lang moet je erop wachten? Oh, is die bril? Nou, volgens mij een week was het, hè? Vind je eenhoorns leuk? Vraagt iemand. Ja. Maar die bestaan niet eens. Ik vind ze wel leuk. Oh, je vindt ze wel leuk, ja. Want ik heb een eenhoorn met glitterogen alleen bij me op het water liggen. Maar goed. Vind je, weer komt Emma, vind je eenhoorns leuk? Ja, maar eenhoorns dat bestaat niet. Dat is gewoon een paard met een punt op zijn kop. Nou, dat heb ik eigenlijk. Sorry, maar deze vlog is oerzaai. Dat mag, ja, dat kan. Dat is, wie zegt dat? Waar zegt hij dat? Ja, dat is, dat kan. Ja, Annatje. Anna. Hoe oud ben jij? Ja. Okay, hoor. Wat is je favoriete muziek? Omi en Hartwel. Oh ja, Omi. Hoeveel mag ik kiezen? Ja, hoeveel mag ik kiezen? Dat is een goede vraag. Komen we zo terug naar de reclame. Dat was van Menno, was dat. Menno vraagt wat je favoriete muziek is. Ik zal even op Menno zijn antwoord. Ja, we gaan even verder kijken. Nike of Adidas? Nou, volgens mij hebben we geen van beide. Emma vraagt of je naar The Voice kijkt. Ja. Ja. Ik moest je net ja opschrijven en ik moest ja zeggen. Ja. Oké, dat gaat goed. Niet leuk, maar ja. Ja. Maar ja, wat ja? Omdat het gewoon oké is. Ik vind het niet leuk wat ze zegt, maar nee. Ja. Nee, ja, ik vind het prima, hè. Nou, goed. Jaar heel. Ja, heel tof. Heel tof. Zo, ja, dat is wel lief. Ja, dat is wel lief. Ik heb een liedje die heet hetzelfde zegt. Oké, ja. Dat is alle liedjes. Nou. Dankjewel.
Je bent schattig, kijk je Enzo Knol. Nee, maar een vriendin van mij is wel op Enzo Knol verliefd. Oh, die is verliefd op Enzo Knol? Nee, ja, heel soms kijk ik Enzo Knol. Oh, oké. Heel soms. Maar die is vrij weer, hè? Zij is met zijn verkering is uit. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja? Oh, wacht trouwens. Hup. Hepla. Hup, ja. Nou, goed. Hé, hey, het antwoorden gaat prima. Wat mooi. Het neger is één groot feest. Wat schrijf ja. ik nou weer op? Ja, wat schrijf jij op? Maar jullie zien allemaal, hè, dus live eventjes, dat madameke zelf, want ik krijg natuurlijk af en toe ook van die meldingen dat ze niks zelf doet. Maar, ja. Nu doe ik het ook niet elke keer al. Nee, niet altijd, want er komen zoveel reacties binnen, jongens. Dat kan ik niet allemaal heen. Dat is niet te nou. Sommige avonden ben ik gewoon een uur bezig om alles te antwoorden. Maar, we stoppen helemaal een keer dit wat er nu allemaal staat. Dat is van een paar dagen geleden. Dat is alleen maar vragen en antwoorden. Dus we proberen het wel te beantwoorden, maar het is zoveel werk. Ja, het is allemaal heel lief van iedereen. Wat zegt de volgende? Jij hebt de lieve ouders, hoor. Oh, dat is mooi. Zo geduldig. Gehuldig. Ja. En, oh wacht, hier kan je doen wat je leuk vindt. Ja, tuurlijk. Dat zit er altijd jaren op, ja. Dat wist ik niet. Lekker ding. Tjonge. Wacht even hoor. Ja, laat maar gewoon even zitten. We doen het zo meteen wel eventjes. We zijn nu onderhand een half uur live. Ja. Hey, we zijn nu een half uur live. Ik denk dat we onderhand weer gaan stoppen zo'n beetje. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om live te kijken. En even naar mijn kamer te kijken. Wat ja. We eigenlijk al hebben gedaan, maar nu staat er nieuwe dingen. Ja, en nieuwe dan dingen. Hoop ik dat je de volgende live video overkijkt. Maar ik weet niet wanneer dat is. Nee, dat is natuurlijk elke keer weer verrassing. We maken natuurlijk van alles mee. Ja, en elke keer... Vooral mijn normale video's. Dus dit soort video's. Ja, die hier gewoon hierboven staan. Laat hem even zien. Even kijken, waar zijn ze? Even laten zien. Ja, hierboven gewoon video weer, links. YouTube. Oh, ja, ook goed. Ja, en dan moet je typen boven. Oh ja. Daar is gewoon typen. Ja. Even kijken, komt hij al? Nee. Nog even doortypen. Met dubbel. Ja, goed, het toetsen wordt een mooie. Het gaat allemaal vanzelf. Nee, niet stoppen, zegt iemand. Jawel, wel stoppen. Tjonge. Wel lief. Allemaal heel lief natuurlijk voor iedereen. Dat is onze live video. Dus dit soort video's. Ja, dat zijn we nu net live geweest. Even toen het fout ging met de verbinding. Dus dat... Kijk, dat zie je nu live. We zijn weer live. Kijk, ik zal eventjes zo inzoomen. Kijk, echo. Ja, hey. Maar goed. Hey, topper. Dit is grappig. Oké, nou, voor nu. Dit is niet zo alles. Nou, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Nou, doei. Doei.